السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. خير إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My best brothers and sisters, studenten, zowel hier aanwezigen en die mee live kijken. Het onderwerp van vandaag, persoonlijk vind ik hem een hele belangrijke en een hele grote onderwerp. Het gaat om een persoon, niet zomaar een persoon. Het is een van de helden in de islam. Een hele grote persoon in de islam. Bij deze wil ik al me excuseren tegenover hem. En wil ik tegen hem zeggen, neem het mij niet kwalijk als ik jou tekort ga doen, wat ik zeker zal doen, want ik kan nooit volledig kunnen praten over de biografie van zo'n grote held, grote man in de islam. En dat is Bilal, oftewel Sayyiduna Bilal radiyallahu ta'ala anhu Allah. Sayyiduna Bilal radiyallahu anhu, ik heb het al gezegd, is een van de grootste helden in de islam. Zo groot dat mensen trots zijn om hun kinderen Bilal te noemen. Het is zo'n grote naam dat het al voor 1400 jaar bestaat, en zal altijd bestaan. En mensen zijn zo trots dat ze deze man kennen. Hoeveel mensen heeft de wereld gekend? Hoeveel mensen waren met hem in zijn tijd? Maar door de jaren heen zijn ze allang vergeten. Ze bestaan niet meer. Terwijl deze man nog steeds met ons leeft. Als het ware. Iedereen denkt aan hem. En het mooie, dat ga ik straks ook nog vertellen. Wij denken aan hem minimaal 5 keer per dag. Denken we aan deze man, aan deze speciale persoon, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Als ik over Sayyiduna Bilal radiyallahu anhu denk, aan hem denk, dan moet ik me altijd doen denken aan wat Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu heeft gezegd. Sayyiduna Omar, die kennen jullie, de tweede kalif, hij heeft een hele mooie uitspraak gezegd. Hij zegt, kunna adilla. Wij hadden geen status, wij waren niks waard. Fa'azzana Allahu bil islam. En door middel van de islam heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons een hoge status gegeven. فَمَنْ يَبْتَغَ الْعِزَّةَ فَغَيْرِ الْإِسْلَامَ اللَّهُ اللَّهُ. En wie een status zoekt buiten islam om Allah subhanahu wa ta'ala, zal vernederen. De islam is datgene wat ons een status heeft gegeven. Elke keer als ik aan deze woorden denk, dan moet ik aan Sayyiduna Bilal automatisch denken. En als ik deze woorden hoor van Sayyiduna Omar, doet me denken aan Sayyiduna Bilal. Waarom? Wie is Bilal? Want als jij weet, als wij weten wie Sayyiduna Bilal radiyallahu ta'ala anhu arda is, dan gaan jullie de woorden van Sayyiduna Omar heel goed begrijpen. Wie was deze man? Sayyiduna Bilal radiyallahu ta'ala anhu komt oorspronkelijk uit Habesha, Ethiopië. Donkere persoon. Lang. Zijn rug boog een beetje naar voren. Als hij
beschreven, dan wordt hij niet echt als een hele mooie, knappe man beschreven. Dat zegt hij ook over zichzelf. Hij zegt, zo knap ben ik ook weer niet. Hij was donker, lang, gebogen, zijn borstkas een beetje naar binnen. Plus, zijn moeder heette Humama. Zij was een slavin. En ze was onder Beni Umayya. Ze was onder een volk in Mekka, slavin bij hen. Uiteindelijk heeft ze haar zoon gekregen. En automatisch een slavin. Haar kinderen worden ook natuurlijk slaven, waardoor dus Sayyidina Bilal radiyallahu anhu een slaaf was. Een slaaf die werd verkocht in steden, in markten. Alle slechte zaakjes moest hij doen. Hij had geen leven als het ware. Slaaf. Alles wat hij had, was niet van hem, maar was van zijn meester. Hij kon niks doen zonder toestemming van zijn meester. Zoals hij zelf zegt, ik had geen leven. Mijn leven was afhankelijk van mijn meester. Dit was hij voor de islam. Helemaal geen leven. Hij is op een dag zat ik, zoals altijd, bij mijn meester, Umayya bin Khalaf, en zij zaten te praten, zijn meester Umayya met andere mensen van Quraysh. Ze zaten te praten onderling over Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal op dat moment was een jaar of 17 jaar. Stevige leeftijd, puberteit. 17 jaar was hij. Want hij is 17 jaar voordat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als boodschapper is gestuurd, geboren. Hij was 17, 18 jaar, islamitische jaren dan. Hij zegt, ik hoorde ze praten en een van de zaken wat mij aantrok en tot mijn hart is gegaan, ze zeiden, wat moeten we nu doen met deze man van Quraysh? Ze bedoelde daar mij als onlastig is. We kunnen niet zeggen dat hij liegt, want hij heeft nooit gelogen. Wij kunnen niet zeggen dat hij slecht is, want zo is hij niet. Wij kunnen niet zeggen dat hij gierig is, want zo is hij niet. Wij kunnen niet zeggen dat hij dit is, want zo is hij niet. En ze noemden allerlei zaken en ze hadden niks kunnen vinden waardoor ze Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in de zwarte daglicht konden brengen. Sallallahu alaihi wasallam. Konden ze maar niet. Dus hij zegt, ik hoorde dat aan. Mensen die heel slecht over hem praten, maar die dag waren ze aan het praten en ze zeiden, ja, dat kan niet. Dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zo'n persoon is. En ze wouden geen moslim worden, want dat hebben ze toen ook gezegd. Puur uit kibber, hoogmoed. Wie denkt dat hij is? Wie is hij om dit aan te kondigen? De profeetschap aan te kondigen. Dat hij met alles wat er contact heeft en dat hij een boodschap heeft van Allah. Konden ze niet aan. Dat was gewoon te voor hun. Hij zegt, toen ik dat hoorde, voelde ik iets in mijn hart. Heel apart. Hij zegt, ik had een hele aparte gevoel in mijn hart. Die dag nog pakte ik mijn spullen en ging ik naar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ik ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bezoeken. En ik ging bij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om te
horen van Rasul Sallam. Toen hij de woorden van Rasul Sallam rechtstreeks van uit de mond van Rasul Sallam hoorde, kon hij anders. Hij werd moslim. Want als grote mensen, grote gedichtenschrijvers, als zij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoorden praten, konden ze niks op terugzeggen. Het enige wat ze konden zeggen is, dit is de ware islam. Niks anders. Hij zei toen ik de islam aannam, alleen, jullie weten, hè, jongeren blijven jongeren, ook in die tijd. Een jonge gast van 17, 18 jaar, wat denk je dat hij gaat doen? Hij gaat niet stilzitten. Hij gaat niet denken van ja, ik moet niks vertellen. Hij gaat niet zeggen van ja, ik moet mijn mond houden. Nee hoor. Hij kwam naar buiten en hij schreeuwde het gelijk uit. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hij was zo trots. Hij zegt ook, ik kon mezelf niet meer inhouden. En hij is een van de eerste 7 moslims die hun islam openbaar hebben gesteld in het begin. Heel veel moslims waren er, maar de ene die hield het geheim, de andere hield het voor zich, et cetera. Want jullie weten natuurlijk, ik wil het niet te lang maken, maar jullie weten in het begin van de islam hoe de niet-moslims, de mushrikien in die tijd, Quraysh, de moslims keihard aanpakten. En wat voor straffen en et cetera ze gaven, hen gaven, waardoor eigenlijk de zwakke mensen, qua leeftijd en qua gezondheid, et cetera, toch niet durfden om in het openbaar te zeggen, ik ben moslim. Maar Bilal radiyallahu anhu was een van de eerste 7. De eerste persoon was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. De tweede persoon is Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. De derde persoon was Khabbab ibn al-Arad. Deze man ook heel apart. Hele aparte persoon. Wie weet, inshallah, gaan we zijn biografie ook ooit samen bestuderen. Want weet wat ik wil? Ik wil dat jullie de Sahaba leren kennen. MashaAllah, als ik nu vraag wie die voetballer is, iedereen kent hem. Wie is die YouTuber? Iedereen kent hem. Bekend wanneer hij geboren is, wat hij doet, hoeveel geld heeft hij op de bank, wat voor auto's waarvan hij houdt, wat voor telefoon hij heeft. Mensen kennen biografie van mensen die geen helden zijn, maar onze echte helden, wat weten we daarover? Heel weinig, jammer genoeg. Dus daarom is het ook, de bedoeling van deze lezing ook is, om kennis te maken met de helden, met de echte mannen, de sahaba, de metgezellen van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zodat we meer en meer van hen gaan houden en hun pad gaan volgen, inshallah ta'ala. Gebed in de aard. Dat was de derde persoon. De vierde persoon is Suhaib. En de vijfde persoon was Ammar. De zesde persoon was Bilal radiyallahu ta'ala anhu wa arda. En de zevende persoon, dus de eerste 7, was Sumayya, de moeder van Ammar radiyallahu anhu ajma'in. Dus onze man van vandaag, Bilal radiyallahu anhu, was een van de eerste moslims, zoals de grote geleerde Mujahid heeft gezegd, naar de islam. Hij is moslim geworden. Gaat terug naar zijn baas, naar zijn meester. Owner, hè, zijn, hoe zeg je owner in het Nederlands? Sorry? Eigenaar. Zijn eigenaar, die hem in bezit heeft, als het ware. Hij weet ervan. Komt er iemand die heet Uqba? Heel slechte man. Heel slechte man. Die komt naar hem. Hij zegt. Hey, heb je gezien? Mohammed, die is nu binnen bij jou thuis. Die neemt jouw slaven over. Straks neemt hij je vrouw over. Dan straks je kinderen. En dan ben je alles verloren. Dus hij begon te stoken.
En die man, die werd zo boos, Omeya, die werd zo boos. Wat heeft hij gedaan? Het is het begin. Hij heeft hem gepakt, geboeid of aan een touw. En die touw was wel lang. Dus hij heeft zijn handen vastgemaakt aan het touw. En toen gaf hij die touw aan kinderen, verschillende kinderen van de stad. Hij zegt, ga maar lekker spelen met deze man. Gewoon echt spelen. Beginnen ze met hem rennen, duwen. Hij kon niks doen. Want als hij iets deed, kreeg hij klap. Dus hij moest tot zijn moe werden. Ze was gewoon een speelgoed geworden naar Oude Billah voor de mushrikien. Voor de kinderen en de gekken onder hem. Dag in dag uit. Billah verandert zijn idee totaal niet. Zijn mening verandert hij niet. De imam, die is binnen in zijn hart, die verandert niet. Dat maakte Omeya nog bozer. Komt Abu Jahl naar hem. Hij zegt, ik weet hoe ik hem kan overtuigen dat hij weer terugkeert naar het aanbidden van al deze goden hier. Dat hij weer ongeloof gaat worden. Ik weet. Hij zegt, mag ik het overnemen? Graag. Hier, doe ermee wat je wil. Hebben ze hem buiten Mekka gebracht en op zand gelegd. In een dag dat het keihard of heet, keiheet was. Boven 60 graden. En als je naar de Sahara gaat, kijk, in de stad, het koelt wat af. Waarom? De zon komt niet door de gebouwen, etc. Maar in een openbaar, in een open ruimte, in de Sahara, Allah moest daar. In Marokko bijvoorbeeld, bij het plek, Merzouga, Figig, voor de mensen die dat weten. Mensen gaan daar naartoe voor genezing, als je reumatisme hebt, weet ik veel allemaal. En als je, ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb gehoord, je kan niet langer dan 7 minuten in die zand blijven, anders ga je stikken dood. 7 minuten, max. De meeste blijven 3 minuten, 4 minuten, 5. 7 is echt maximaal wat je kan doen. Sayyidina Bilal radiallahu anhu, ze lieten hem daarin, niet 7 minuten, uren lang. Is niet genoeg. Hij pakte een raha. Raha is een soort molen waar ze vroeger de zaad mee gingen malen. En zo'n raha werd door minimaal 2, 3, 4 mensen soms getild. Hele zware. Die lieten ze dan in de zon goed warm worden. En daarna zetten ze dat op de borstkas van Sayyidina Bilal. Wat waren de woorden van Sayyidina Bilal? Hij herhaalde 1 woord. Hij kon niks nog. Hij is net moslim. Dit is net moslim. Net. Nieuwe moslim als het ware, net de shahada, en krijgt al deze beproevingen. Als jij als oude moslim je hele leven al als moslim hebt geleefd en je krijgt een paar beproevingen, denk aan Sayyidina Bilal. Als jij als bekeerling, nieuwe moslim, en je krijgt beproeving, denk aan Sayyidina Bilal, want dan zijn die beproevingen tegenover hetgene wat hij allemaal heeft meegemaakt, niks. Niet heel. 0,0%. Hij zei, de enige. Dat is het enige wat hij bleef herhalen. Er komt Abu Jahl, Omeya, Abu Lahab, al die grote mushrikien naar hem. Van word kafir, we geven je leven terug. Je mag dan vrij rondlopen, je bent vrij. Hij zegt, ahad. Hij kan als een vrije mens weer leven zonder slaaf te zijn. Ahadun, ahad. Word kafir, word mushrik, verlaat Mohammed, alles wat je wil, krijg je. Ahadun, ahad.
Ze hebben van alles geprobeerd en niks veranderde zijn iman of zijn mening. Hij bleef ahadu ahad. Later, toen hij dit aan de sahaba vertelde, hebben ze hem een vraag gesteld. Zeg Bilal, eerlijk zeggen tegen ons, hoe voelde je? Deed het pijn? Had je pijn? Had je dit? Had je dat? Hoe voelde het? Hij zegt eerlijk, wil je de waarheid weten? Qaal, radiyallahu anhu wa arda. Elke keer als ik me onder beproeving voelde, als ik de pijn voelde, dacht ik aan Allah subhanahu wa ta'ala. En die zoetigheid van mijn iman in mijn hart was zo sterk dat ik de beproevingen en de pijn niet meer voelde. Hij zegt, Nazajtu halawat al-imani ma'a mararat al-adabi faghalabat halawat al-iman. Hij zegt, ik mengde de zoetigheid van de iman, van mijn iman, met de bitterheid van de straf die ik kreeg en de zoetigheid van de iman overwon, waardoor ik niks meer voelde. Hij leefde niet als het ware op die zand, hij was ergens anders. Dat was Bilal radiyallahu anhu. Dat was zijn iman, die sterke. Toch bleef hij door. Ahad. Tot op een dag, een paar dagen later, Abu Bakr Siddiq kon het niet meer aan. Sallallahu alaihi wa sallam bleef doen. Is Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu naar Umayya gegaan. Hij zegt, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Gaan jullie iemand doden puur omdat hij zegt dat mijn God Allah is? Vrees. Heb een beetje genade. Wat heeft hij verkeerd gedaan? Waarom moet jullie hem doden? Wat heeft hij in godsnaam verkeerd gedaan? En weet je, Bilal radiyallahu anhu, islamitisch gezien kon hij tegen hen zeggen, is goed. Ik geloof in jullie dingen, dan komt hij zijn vrijheid terug. En daarna, hij is nog steeds moslim. Dat islamitisch, even tussen haakjes, islamitisch kan. Als iemand onder druk, onder dwang, onder, hoe zeg je dat in het Nederlands? Levensbedreiging. Ja, levensbedreiging. Als hij onder bedreiging zit, levensbedreiging, mag hij dingen zeggen terwijl zijn hart vol in hem zit. Heeft Ammar radiyallahu ta'ala anhu ook gedaan. Maar Bilal koos daar niet voor. Hij zei nee. Of ik ga als een gelovige dood, of ze laten mij met rust. Eén van de twee. Allah subhanahu wa ta'ala zal een oplossing brengen. En ja hoor, Abu Bakr Siddiq komt naar hem. Komt naar Umayya en zegt, Umayya, laat die persoon met rust. Waarom moet jullie hem, zoveel aandoen? En toen, Umayya zei, luister, hij is nergens voor goed. En als je wil, kopen. Hij zegt, graag. Ik wil hem ook kopen, daarom ben ik hier. Ik wil hem graag kopen. Luister naar dit. Omeya in zijn hoofd, zegt, alles wat ik krijg, is goed meegenomen. Hij was bereid om hem voor de goedkoopste prijs te verkopen. Dat zei hij ook. Hij zei, als je mij maar één dirham had gegeven, had ik hem verkocht aan iemand waardeloos, waardevol. Sayyidina Abu Bakr, in tegendeel zegt, als je mij 1000 dinar, niet dirham, dinar, dirham is zilver en dinar is goud. Hij zegt, als je mij 1000 dinar, een goudstuk had gevraagd, had ik het gegeven. Uiteindelijk Abu Bakr Siddiq, heeft een bod gedaan van 5 Uqayya. Uqayya is ook een gewichtmethode. Het is ongeveer 40 gram
zilver. In totaal 200 plus minus 200 gram zilver. 200 gram zilver, hoeveel kost zilver dag vandaag? Euro, dus ongeveer 200 euro. Heeft hij hem gekocht. Toen hij hem gekocht heeft, per direct, zegt Sidna Bilal, Sidna Bakker tegen Sidna Bilal, radiallahu anhu, jij bent vrij omwille van Allah. Ik heb je vrij gekocht en ik geef jou freedom, ik geef je vrijheid weer omwille van Allah. Vanaf dat moment is Sidna Bilal gewoon een vrije man. Toen hij die 5 Uqayya aan Abu Lahab, Abu Umayya heeft gegeven, Umayya zei, luister, als je maar 1 had gegeven, had ik hem verkocht aan jou. Dus als het ware van, is toch niks waard. Dat doet iets met de mens. Begrijp je me? Dat doet iets met de ziel van de mens. Het lijkt alsof hij zegt van, ja, deze man is waardeloos, waardevol. Sidna Abu Bakr, zoals ik al zei, gelijk, hij heeft hem geantwoord. Hij wil Sidna Bilal een status geven. Zegt hij, als je mij 1000 Uqayya had gevraagd, had ik het je gegeven omwille van deze man, want deze man is niet zomaar een man. Om aan te geven dat een gelovige, een moslim, heel veel waard is. En hieruit halen wij ook van, kijk hoe ze voor elkaar opkomen en niet elkaar neerhalen. Sidna Abu Bakr kwam op voor Sidna Bilal radiyallahu ta'ala aan. Daarna is hij met Rasulullah sallam natuurlijk gebleven en tot hij hijra heeft gedaan. Hij is verhuisd naar Medina, geïmigreerd naar Medina zoals alle sahaba. En toen in Medina begon er weer een nieuw leven voor Bilal. Toen hij daar aankwam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei tegen de sahaba, we moeten bidden. Hoe moeten wij bidden? We moeten adhan doen. Lang verhaal, kort gemaakt. De adhan is geopenbaard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koos hem als zijn mu'adhin. Hij zei, ik wil dat Bilal de adhan, want hij had wel een mooie, hoge stem. De eerste persoon in de islam die de adhan, de oproep tot het gebed heeft gedaan, is Sayyidina Bilal radiyallahu anhu. Om deze status te krijgen, jongens, is niet makkelijk. Weten jullie dat Omar ibn al-Khattab, ma adraka ma Omar, die wou graag dat hij de muadzin was. Hij had ook zo'n hoge stem. Echt, de grote sahaba, die vroeger ook een status hadden en weer in de islam kwamen en moslim werden, die wouden allemaal dat zij de muadzin van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunnen zijn. Dus geloof me, het grootste status die je kan hebben. Weet je wat muadzin betekent? Muadzin is niet alleen maar oproeper. Want je bent niet een muadzin hier in Leiden of waar dan ook. Je bent de muadzin van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In andere woorden, jij bent de khalifa, zoals ze zijn, niet vertegenwoordiger. Opvolger. Nee, niet opvolger. Likih Lihidemsha. Als die weggaat, dan blijft hij achter. Dus hij tweede persoon achter. Naar jij bent de tweede persoon naar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Een soort opvolger, kun je wel zeggen. Vervanger. Hij is van zijn vervanger. Heel vaak in heel veel ahadith, dan gaat Bilal maar niemand durfde. Maar Bilal is de muaddin. Hij had die macht. Hij had die status. Hij ging naar Rasulullah en zei, Rasulullah sallam, het is adhan. Wie durft naar Rasulullah sallam te gaan om te zeggen, het is gebed? Niemand. Mocht ook niet. Behalve Bilal. Hij klopte heel vaak van bij de deur. Ja, Rasulullah, ik heb al adhan gedaan. Het is gebedstijd. Ze wisten wat dat betekent. Daarom wouden ze die status. Maar Allah heeft niemand daarvoor gekozen behalve Bilal.
slaaf uit Ethiopië, Abyssinie of hoe dat ook heet. Geen status. Uiteindelijk door islam, kijk wat voor hoge positie hij krijgt. Niet alleen dat, op een dag, Abu Sufyan, in de tijd van Omar ibn al-Khattab. Abu Sufyan, Sayyidina Bilal, Abu Sufyan, jullie weten wie Abu Sufyan is, denk ik. Een van de leiders voor de islam van Quraysh en daarna moslim geworden. De 8e hijra, dus in Fath Mekka, net voor Fath Mekka is hij moslim geworden. Komen bij Sayyidina Omar. De Omar is nu de khalifa. Ze komen, kloppen ze aan. De persoon die mensen binnen liet, zei tegen Sayyidina Omar, er zijn twee personen. Abu Sufyan en Bilal. Hij zegt, laat Bilal eerst binnenkomen. En laat Abu Sufyan buiten. Die komt uit Bilal, je mag naar binnen. Abu Sufyan werd boos. Hoe kan je mij achterlaten? Weet je wel wie ik ben? Ik, Abu Sufyan. Ibn Harb. Sayyid Quraysh. Ga je mij achterlaten en je gaat deze slaaf naar binnen laten? Abu Sufyan. Die oude gewoonte kwam er tevoorschijn. Maar hij ging gewoon naar binnen. Kom naar Omar. Zit naar Omar, zegt tegen hem. Where are you going? Waar ga je? Wat doe je? Hij zegt, hoe kan je dit doen? Ik. Abu Sufyan. Ga zitten. Zit naar Omar, staat op. En zegt tegen Bilal, ik zeg even Bilal expres. Hij zegt tegen Bilal. Sayyiduna Bilal, ga jij, Sayyiduna, onze meester Bilal, ga zitten op mijn plek. Abu Sufyan wil helemaal gek worden. Wat gebeurt hier in godsnaam? Hij zei tegen hem, hada, deze man, Sayyiduna, wa a'taqahu Sayyiduna. Hij zegt, dit is onze meester en is vrijgekocht door onze meester. Waarom, o Omar, waarom geef je hem zo'n status? Weet je wat hij zei? Want hij vroeg me ook waarom. Faqala udiya fillahi akthar minna fasabar. Hij zegt, hij heeft veel beproevingen gekregen omwille van Allah en hij had geduld. Terwijl wij helemaal geen beproevingen hebben meegemaakt. Ik wil hier even iets heel belangrijks zeggen. Hoe de Sahaba, met welke bril zij keken en met welke bril kijken wij vandaag de dag. Echt een groot verschil. Ik bedoel bril, niet letterlijk, figuurlijk. Met welke ogen kijken wij? Wij kijken naar de status van de persoon, wat hij aan heeft, wat hij heeft gedaan, hoeveel geld hij heeft. Wij kijken naar uiterlijk, naar het wereldse. Als er nu een moslim is, een moslim binnenkomt en zijn kleren zijn niet zo mooi en schoon en weet ik veel allemaal, maar hij is een wali, hij is een vriend van Allah, niemand die opkijkt naar hem. Komt er iemand mooi, schoon, weet ik veel allemaal, nieuwe auto, rijke persoon, iedereen staat recht. Iedereen respecteert hem. Waarom? Wij kijken naar het materialistische. En dat zien we allemaal. Er komt een Hafidh al-Qur'an binnen. En er komt een minister iemand wat met een status, een directeur of wereldse status. En een Hafidh. Aan wie geven wij meer aandacht? Wie schenken wij aandacht? Een ambassadeur komt binnen en een Hafidh al-Qur'an, een alim of een Hafidh al-Qur'an komt binnen. Aan wie geven we? Ik zeg niet dat dat niet goed is, maar islamitisch gezien, vanuit het islamitische oogpunt. Je moet niet naar de materialistische zaken kijken. Waar moet je naar kijken? Naar het contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Die hafim, al-Qur'an, die alim. Allah zegt over hem, in hadith Qudusi, of Rasul sallam zegt, hum ahlullah, dat zijn de mensen van Allah.
Dat zijn de kluizen van Allah, zoals ik altijd zeg in mijn woorden. Die andere, wat voor status heeft? In het wereld misschien, maar daarna niks. Omar ibn al-Ghattab keek niet naar, oh jij bent een leider, of jij was, je had een hoge status voor de islam, islam en bla bla. Nee, nee, nee. Hij keek naar Bilal, hoe hij nu is. Wat er zelfs hem allemaal heeft gezegd over Bilal. Daarom heeft hij hem die status gegeven. Want wat heeft Rasulullah over Bilal gezegd? 1. Rasulullah heeft hem Jannah gegarandeerd. Daar is geen twijfels over. Jannah voor Bilal gegarandeerd. Ten tweede, op een dag, Rasulullah zat. Hij zei, Bilal, ja Bilal, wat heb jij gedaan waardoor jij eerder in het paradijs bent dan mij? Elke keer als ik het paradijs binnenkom, tref ik jou daar. En de hadith is sahih. Asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fada'a Bilal. Fakale ja Bilal, op een dag zoals hij werd wakker en hij riep Bilal. Bilal, kom hier. Bilal, bima sabaqtani ila al-jannah. Met wat heb jij mij? Waardoor ben jij eerder in paradijs gegaan? Want, ma dakhaltu al-jannah qat. Elke keer als ik het paradijs binnen ga, hoor ik jouw voetstappen al daar. Ik hoor jouw voetstappen. Bilal, want hij is nog in het leven. En Rasulullah zegt tegen hem, ik hoor je voetstappen al in. Daar is waar Sidna Omar naar refereert. Hij zegt, dit is de status die hij heeft. Dat heeft Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hem gegeven. En daarna zei Sidna Bilal tegen Rasulullah sallam, toen hij dat tegen hem heeft gezegd, maar hoe komt het? Hij zei, ja Rasulullah, elke keer als ik wudu doe, bid ik twee rak'a. Dat was nog niet zonde, dat was nog niet bekend. Zoals heeft dat nog niet gezegd. Hij zei, ja, Sassam, ik heb het eigenlijk zelf. Als ik woorden doe, ga ik twee rak'at bidden. Sassam zei tegen hem, dat is waardoor jij die positie in paradijs hebt bereikt. Als je twee rak'at woorden hebt gedaan, bid erna twee rak'at. Als het geen verboden tijd is natuurlijk voor Nafila. Bilal radiyallahu ta'ala. Sayyidina Bilal, hij heeft alle ghazwas meegemaakt. Alle battles, Badr, Uhud, Ghazwa Mardur, allemaal heeft hij meegemaakt. Het belangrijkste voor hem is Badr. Ghazwa Badr. De battle van Badr. 1. Er zijn 3 dingen in Badr gebeurd. Of die te maken hebben met Bilal. Natuurlijk, het eerste, Allah heeft gezegd tegen mensen van Badr, ya ahla Badr, if'alu ma shi'tum, fa'inni qad ghafartu lakum. Al mensen van Badr, moslims van Badr, die 314, doe wat jullie maar doen hierna, ik heb jullie al lang vergeven. De vergevenis van Allah was al gegarandeerd. Zouden zij bijvoorbeeld de grootste van de grootste zondes begaan, is al vergeven van tevoren. Hebben ze niet gedaan? Tuurlijk niet. Maar de vergevenis was al van tevoren. Zoals jij, bijvoorbeeld als jij tegen je kind zegt of tegen iemand zegt van, wat je doet, is al vergeven. Uit respect gaat die persoon niks meer doen. Maar als die een fout zou gaan, is al vergeven. Dat is 1. Tweede, Shi'aru Ahli Badr. Shi'ar is niet de logo, maar de slogan. Slogan? Quote. Wat ze dus herhaalde allemaal. Al Sahaba tijdens Badr heeft hem de opdracht gegeven om deze woord te herhalen elke keer. Ahad, ahad. Dus als ze voor
het derde punt, tijdens die battle, Omeya, toen hij, Omeya was aanwezig, ook een heel lang verhaal, hij wou eerst niet, maar dezelfde persoon, subhanallah, die op, dezelfde persoon die hem opstook om Bilal te straffen, hij kwam naar hem en hij heeft hem verkleind van, wat denk je dat je bent, je wilt thuis blijven, weet je, wat ga je istinja doen, zoals vrouw istinja doen, je bent maar een vrouw, bla bla. Toen werd Omeya boos en is er toch mee gegaan. Het heeft niks te maken met, het is gewoon een aanleiding, maar alles wat er hier iets kenbaar maken. En dat is, hoe je doet, wordt gedaan met je. Omeya kwam. Heel blij natuurlijk. En hij denkt, ja, wij zijn met 1000, die mensen zijn met een paar. Toen hij Ahad en Ahad hoorde, moest hij natuurlijk denken gelijk aan Bilal. Hij werd bang. Hij is toen naar Abdurrahman ibn Auf gegaan. Abdurrahman ibn Auf is een grote Sahabi, een moslim. Hij zegt, Abdurrahman, je weet, wij zijn familieleden, bla bla. Mag ik in jou veilig, kan je mij veilig stellen? Mag ik als een gevangene zijn voor jou? Toen hij zag dat het ten einde is van de battle, dat de moslims beginnen te winnen, is hij bang geworden. Hij heeft gezegd, ik wil beter dat jij mij gevangen neemt dan iemand anders. Want in de islam dan bepaalt de persoon wat hij doet met zijn gevangenen. Maar de battle is nog niet voorbij. Het is nog gaande. Abdurrahman ibn Auf heeft gezegd, is goed. Je mag onder mijn hoede komen. Net dat Abdurrahman dat zei, Bilal ziet hem. En hij schreeuwt. Hij schreeuwt van, Omeya! Adoul Islam, de grootste vijand van islam. Ik ga je pakken. Abdurrahman zegt, Abdurrahman, Bilal, hij is mijn gevangen. Hij zegt, oh, de battle is nog niet voorbij. Kijk naar zijn zwaard, die is nog aan het druppelen van de bloed van de moslims. Ik bedoel, sorry. Nee, het is nog niet voorbij. Maar Abdurrahman natuurlijk kwam voor hem op, want hij heeft hem zijn woord gegeven. Wat deed Bilal wil je nou? Sorry. Dit ga ik niet. Dit is mijn grote kans om van deze man af te komen. Grote shaitaan af te komen. En toen riep hij in de moslims. Ayyuha al-muslimoon. Ja, ahla Badr. O mensen van Badr. O moslims. Hier hebben jullie de grote vijand van islam. En natuurlijk, ze kwamen met z'n velen. Waardoor Abdurrahman ibn Auf niks meer te zeggen had. En hij heeft gezegd, jongen, ha, jij en die mensen, ik bedoel, de oorlog is nog niet voorbij. Ga je gang, kom al voor jezelf, anders. En zodoende heeft Sidna Bilal radiyallahu ta'ala anhu hem afgemaakt. En zoals ik zei, kama tadiru, doet hij, zoals je doet, wordt met je gedaan. Bilal, met de status die hij heeft gekregen en alles, hij bleef altijd nederig. Hij bleef nederig. Op een dag. Echt, hij bleef heel nederig. Als iemand hem een compliment gaf, dan ging hij bijna vallen voorop. Omdat hij zo naar beneden kijkt, zo buigend naar beneden kijkt, dat hij bijna om ging vallen. En dan zei hij altijd, wie ben ik? Ma ana illa habashi. Hij zei altijd, hij zag zichzelf altijd als al-Habashi alladhi kana bil ams abd. Hij zegt, ik zie niks anders dan een Ethiopiër, een Abassiniër, een Habashi, die gisteren nog een slaaf is. Wie ben ik? Op een dag ging hij
met zijn broer. Handvragen van twee zussen. Hij en zijn broer dachten, gaan trouwen. Hij is naar hem gegaan, naar die man. Hij zei, luister, ik ben Willem. En dit is mijn broertje. Wij komen uit Habesha. Wij waren gedwaald, verdwaald. Allah heeft ons geleid. Wij waren slaven. Door de wil van Allah subhanahu wa ta'ala zijn we weer vrijgekomen. Intuzawujna. Kijk, als iemand nu naar jou komt en zijn verleden op deze manier zegt. Hij zegt, als je ons je dochters geeft, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Wa in tamna'na, Allahu akbar. En als je niet wil, Allah is groot. In andere woorden, je hebt alle recht om dat te doen. Maar die man die wou bijna de lucht inspringen, hij zei, awa ajidu ahsana minkuma. Denk je dat ik beter ga vinden dan jullie? Waarvoor Rasulullah al heeft gezegd, jullie zitten in Jannah. Wat wil je nog beter? Mensen keken niet naar deze wereld, ze keken naar hiernamaals. Nadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deze wereld heeft verlaten, Sayyidina Bilal had het heel moeilijk om nog adhan te doen. Hij kon niet meer. Daarna zei Abu Bakr Siddiq tegen hem, hij kwam naar Sayyidina Abu Bakr Siddiq en zegt, Sayyidina Bilal zei tegen hem, Abu Bakr, de khalifa van Rasulullah sallallahu ik heb Rasulullah sallallahu nog gehoord, horen zeggen, het beste werk die je kan doen, is het land, het wacht houden over het land. Mujahid zijn, ribat, eigenlijk aan de grens werken. Hij zegt, ik wil, als je mij toestemming geeft, ik wil naar Sham, en ik wil daar onze grenzen gaan bewaken. Sayyidina Abu Bakr zei, nee, ik smeek je, zoals je de adhan deed voor Rasulullah sallallahu wil ik dat je dat ook doet voor mij. Sayyidina Abu Bakr, of Sayyidina Omar, Bilal zei tegen hem. Nee, Sayyidina Abu Bakr zei tegen hem, alayhi li alayka haq. Ik heb toch recht over jou. Sayyidina Bilal werd boos. Hij zei, luister. Als jij mij, omwille van Allah, vrij hebt gekocht, laat me gaan. Als jij mij hebt gekocht en vrij hebt gegeven, zodat je elke keer dat naar voren gaat brengen en tegen mij gaat gebruiken, moet je het zeggen. Sayyidina Abu Bakr schaamde zich en hij zei, nee, ma'ad Allah, dat is niet wat ik bedoelde. Ik wil gewoon dat je bij mij blijft, alstublieft, ik smeek je. Er zijn twee overleveringen. In sommige overleveringen, de Mu'arrikhin zeggen, deze boek waar ik van lees is Uzd al-Ghabafi, Ma'rifat al-Sahaba, is een boek van Ibn al-Athir, bestaat uit ongeveer 7 à 8 volumes alleen maar over Sahaba. Dus elke Sahaba die je zoekt, zijn biografie zal je hier, in het kort natuurlijk, treffen. Hij zei tegen hem, hier staat in dus dat er twee dingen waarin zijn. Eén is goed, sorry, ga maar. En de andere is...